Yo, die stelt in principe niks voor mijn PvP, dus wat dat betreft. Ik zit low in health. Heel erg. Oh mijn god, enemies. Ik moet gewoon zombieflesh gaan eten. Ik ben er, ik ben hier bij jou. Oh, yo, nice. Ga jij anders naar boven toe? Ik red mij hier wel, denk ik. Wacht. We hebben food nodig, serieus. Nee, ik ga wel even een beetje hier, anders... 13 armen. Bij jou is het waarschijnlijk beter af. Ja. We kunnen in ieder geval voor iedereen, voor alle twee een chestplate maken, dus dat is nice. Ja. En zo, ik meen nog even wat extra cool hier. En dan moeten we echt gaan kijken of het al dag is, want ik heb 4-5 hartjes. Dus we kunnen het niet. Lekker kopje thee veroorloven om nog langer hier te blijven als het al dag is. Even kijken. Oh, ik heb echt food nodig. Ja, joh, ik ook. Ik moet regen hebben. Waar is de uitweg? Oh, hier is de uitweg, oké. Oh, raw beef. Kan koken, ga ik ja, doen. Ja, koken en ja, mag jij hem wel hebben. Ik ben, ja, ik heb ook enorm eten nodig, maar... Je kunt niet doodgaan aan starvation hier, hè, dus dat is in ieder geval mooi meegenomen. Is het al licht buiten? Ja, het is overdag. Ik moet nog wel enorm oppassen, want volgens mij zijn er nog mobs hier. Ja, zo'n klote spin. Gewoon als er een skeleton is. Oké, ik heb een arm sport voor je. Een schaap, er is een schaap. Er zijn mobs gespawnd. Voor eten. Oh mijn god, Tim. Wacht, ik weet hoe we met die skeletons gaan afrekenen. Hier. Ik maak een boog, Wacht, hebben we nog een string? Ja. 1, hier, 2, kijk, 3. Kijk. Naast je. Ja, ik heb al string. Heb je al een arm sword? Nee, nog niet. Achter je. Oké, zo. Ik kook even die andere iron erbij. En dan ga ik naar buiten en dan... Ik ben ook al buiten. Kunnen we eventueel afrekenen? Oh, skeleton. Ja, daar heb ik wel wat tegen. Oh, wacht. Die gaat dood. Niet voorbij mij gestaan, want ik charge mijn bow volledig op. Kijk, nog een. Ga even aan de kant, Tim. Oké, die is ook dood. Gewoon goed gaan kijken. Ik heb hier een extra bone van dat ding. Ik heb 5 bones. Ja, we kunnen gaan farmen. Ja, ga jij even een farmpje maken. Ik heb nog een arrow. Ik heb een chicken hier. Ja. Ik heb een ei. Zombie flesh, zombie jerky. Dat wordt onze food source. Ik denk eerlijk gezegd wel dat wij deze... ik wil bijna Battledome zeggen, dat wij dit gaan winnen. Ik denk het ook wel. Kom jij aan met full iron? Ja, dan zijn we died. Redelijk fucked. Wacht, misschien zit er iets onder die klei. Ik vraag me nu echt af hoe ver zij zijn. Ik ook, ben benieuwd. Ik zit even te mijnen bij die klei, want misschien zit daar wel wat onder. Oké. Nou, ik heb hier nog wat extra. Ik heb hier bones en seeds voor jou. Mag ik het raw eten wat je hebt? Is zo weg. Heb ik opgegeten. Ik heb nu 2 chicken. Hoeveel food moet jij nog? Extra? Ik zit vol, dus... Kijk, dit helpt de groei. Je kunt met nee, maar bone ik ga meal, dit even, ga ik even sneller doen. Ja, met bone meal. Ja, daar moet je nu vaker mee klikken. Oké, zal ik doen? Ja. Waar moeten we anders bone meal voor gaan gebruiken? Oh, je moet nu vaker klikken, ja? Ja, klopt. Dat is best wel nice. Dat is niet nice, dat is vervelend. Kom op, iron sword, sharpness. Nou, power boog, alsjeblieft. Ja, power 1 boog, perfect. Nou, nu komen we ergens. Oké, okay, mag ik de kip opeten alsjeblieft? Ja, yeah, sure. Oké, okay, ik krijg er wel geen full health mee, maar... Kijk, ik heb arrows, we hebben cobwebs hier, dat is handig. Even kijken, zo, ik neem 18 arrows. Ik maak voor jou ook even een boogje. Heb jij al een boog, Tim? Nee. En dan enchant ik hem ook wel even voor je. Ik heb 4 levels, dus. Ik ook. Nice. Power 1 heb jij. Net zoals ik.
Dat is het beste. Zit hier in de chest. Ik heb 10 wheat, dus. 10 wheat, nice, nice. Even kijken, hoeveel tijd hebben we nog? Hoeveel food heb jij? Dan krijg jij 2 broodjes. Ja, doe maar. Ik heb nog 3 levels. Hoeveel iron hebben we? Ja, toch superveel iron. Of niet? Ja, dat heb ik aan jou gegeven. Man, dat heb ik niet. 13 iron heb ik aan jou gegeven. Vuur. 4 iron maar. Ik zou wel gaan zoeken hier. Waar hebben we dat eigenlijk? Oké, ik ga weer minen. Tim, ik heb meer iron gevonden hier. Oké, hak dat, zodat we wat armor kunnen krijgen. Ik heb zoveel iron hier. Tim, hier is meer iron. Tim, kom naar mij toe. Neem, ik heb hier redstone, misschien zet je zelfs wel diamond. En neem kool en torches mee en alles. En eten natuurlijk. Vraag je, waar ben jij dan? Ik ben bij het lava naar beneden gegaan. Ja, bij de lava, ja. Heb je ook torches, want we hebben echt torches nodig. En kabel. Heb ik. Oké. Wacht. Ik heb nog extra 5 iron. Hierboven is meer. Daar bij jou, ja, daar is nog meer iron. Ik meen dat wel. Ga jij maar naar beneden en bouw jij even bij die lava. Ik meen het wel even. Wat moet ik doen bij die lava? Je moet zorgen dat lava weggaat. Want we hebben niks in die lava. Mag ik wat broodjes alsjeblieft? Tim, mag ik wat broodjes? Ik heb er al 2. Oh, wacht, die heb ik zelf ook. Gewoon 1 is goed. Dan krijg ik wel helft terug. Dank je. Zo, dan kom ik er 1 tekort, maar dat maakt niet uit. Even kijken, daarboven is 4 iron, dus daar zit echt superveel, denk ik. Hoe diep is dit? 2 diep. Ik ga eens even een beetje mijnen hier, kijken of ik nog wat vind. Is diamond of iron of coal wat ik niet nodig heb. Ik hoop dat die diamonds zijn. Oké, ik ben bij de lava. We kunnen voor escaping een bucket met lava maken. Dat is altijd handig. Nou, daarvoor hebben we de flint en steel al eigenlijk, hè? Ja, maar lava, dan ga je gewoon dood. Ja, dat kunnen we doen als we tenminste volledig hebben, hè? We moeten eerst full iron. Dat hebben we niet. Oké. Want we zullen ongetwijfeld veel iron hebben. Hoeveel heb je daar? Heb je alles daar weggehaald? Ja, was maar 4. Oké. Okay. Ik ga hier een beetje mijnen, oké? Okay? Tim, wacht even. Ik heb 10 iron voor jou nog. Wacht, ik kom wel even mee. Oh, er is hier niks. Hier, ik heb nog wel wat voor jou. Hier, 10 iron. Waar was de uitweg? Oh ja, hier. Maar ja, had je mij 13 iron gegeven? Ik heb dat helemaal niet, joh. Ja, anders had het een van ons nu al vol gehad, maar... Dit vertrouw ik niet. Hier is een zombie, altijd handig. 4 levels. Zombie nog een. Oké, okay, hier is verder niks. Heb je nog... wood of zo. Hier is nog meer cave. Ja, in de chest. Oké, hier is verder niks meer. We hebben zo iron nodig. Ik heb niks meer nou. Je hebt alles. Kijk, hier beneden misschien. Iron. Ik zal even hier gaan mijnen. Misschien zit hier achter nog iets. Nou, dit is mooi. Niks hier dus. Even kijken. Oh, twee bones, extra eten. Maar je kunt me nog meer vertellen, maar jullie geen extra iron hoor. Fuck. Fusk. Vuur. Misschien kun jij hier even blijven en dan gaan mijnen ofzo. Dan ga ik even. Ik ga naar mijn oude Oh nee. Het heeft geen zin. Ga gewoon even een beetje branch minen bij die lava alsjeblieft. Maar pas wel enorm goed op. Ja, ik heb weer iron dus. Ik ga even farmen buiten. Kijken of er al wat wiet is gegroeid.
is zo. Ik heb weer 2 extra wheat. Ik heb er 2 extra iron. Nice, dat hebben we nodig. Hoeveel iron heb je nou? 16 iron ores. Dus dat is sowieso voor ons alle 2 een chestplate. Ik weet niet hoe goed hun gaan, of hoe slecht hun gaan. We hebben nog iets van, we hebben nog een kleine 8 minuten. Mm. Ik ben level 5. Zal ik dan sowieso zorgen voor een chestplate? Ja. Wacht, ik ga gewoon meehelpen met mijn fuck the system. We moeten mijnen. Dat is wat we moeten doen. Kijk, hier zit niks meer in. Ik heb er wel een boogje voor jou. Oh, geef maar. En die zit hier in de chest. Mm, misschien kan ik bezig gaan met een trap bouwen hier zo. Dan gaan we gewoon hier een beetje surviven. Ja, dat kun jij wel doen, ja. Hey, ik ga even naar beneden toe. Hoeveel iron zit er in de furnace? Oké, 2. Maar je had 13 iron. Waar is dat gebleven dan? I don't know. Dat is vallen. Nou ja, ik ga opeens minen. We hebben nog redelijk wat minuten. Pas wel dus... op, hè? Ja. Ik ga echt niet zoals de vorige keer geen handicap doen, hoor. Ik ga dit keer gewoon goed te werk. Even kijken, waar is die stomme lava? Hoe dieper we gaan, hoe meer kansen we ook maken op diamond en alles, hè. Oké, hier is het dus. Oké, ik heb een iron sword met sharpness, dus. Dat is altijd nice. Waar was die lava ook alweer? Ik heb 1 chestplate. Oké, aan deze kant ook, was die lava. Ik enchant die chestplate even. Kijk, ik wil eigenlijk daar wel gaan mee. Zo, ik zorg echt wel dat ik er niet weer in val. Shift klik. Nou, kom op. Je moet af en toe wel even een beetje de tijd bijhouden. 5 minuten. Hoeveel? 5. Oh my god. Kom op, vind nou wat iron dan. Hoeveel iron hebben we? 2 chestplates of zo? Ja, 2 chestplates. Nou, ik ben redelijk goed met een boog. Johnny kunnen we zonder problemen doodmaken, ja. Dat is voor sure. Ja? Alleen, ja, ik weet niet hoeveel armor ze hebben. Johnny is niet zo slecht in PvP. Wat het beste is eerst boom gewoon. We moeten ze één voor één aanpakken. Dus eerst met z'n allen op Johnny. Nou, eerst met z'n allen op Jeroen. Ja, Jeroen moeten wij pakken. En we moeten klaarstaan. Zo gauw als de walls droppen, dan moeten we klaarstaan om ze aan te vallen. Ik zit nou een beetje te kijken hier. Wacht, ik heb wat... Oh, ik maak even wat torches, dan zien mijn kijkers wel. Ik zit wat te minen hier, maar ik vind serieus niks. Geen kool, geen iron, redstone wel. Straks hebben ze dat diamond source, oh my god. Ja, dat hebben ze niet. Nou ja, en dan nog, het is maar een half hartje verschil, dus wat dat betreft. Wij zijn goed in archer, dus... Jordi totaal niet, dus dat is sowieso al een pluspunt. Ja, sorry, ik raak Jordi een beetje af, maar we moeten gewoon een beetje de advantages en disadvantages een beetje, ja, op een rijtje natuurlijk. Jordi's zwakke punt is dus een boog, dus... We kunnen hem wel aan met een boog, denk ik.